Ik vergeet echt constant dat het licht in mijn hand terugwaait. Goedemorgen, we zijn vandaag zaterdag. Het is nu 8 uur. Straks moet ik naar de diëtiste, daarom ben ik al zo vroeg wakker. Anders denk ik echt wel tot 9 uur hebben geslapen of zo. Ik ben nog een klein beetje moe. Maar gisteren heb ik wel perfect om 5 na 10 of zo gaan slapen. Dus al een hele verbetering tegenover eergisteren. Hallo, het is iets na 9. Ik ben terug thuis van de diëtiste. Ik heb mijn ontbijtje hier klaargezet aan mijn bureau. En ik heb ook net mijn e-book uitgeluisterd. En ik weet al de titel niet meer. Wacht, ik ga het even zeggen. Het boek noemt Knap voor een dik meisje van Tatiana. Het is echt een heel mooi e-book. En echt een aanrader om te lezen of te gaan luisteren. Ik denk dat als lezen echt even leuk is om te luisteren. Dus. Bij video's aan het editen en ik moest nog 2 zomervlogs af editen. En nu heb ik ook van de eerste keer mijn intro van de heerlijke herfstvlogs afgemaakt. Ik ben er echt super duper blij mee. Hopelijk vinden jullie hem ook leuk geworden. Hey, ik heb net wat vlogs geëdit. En nu ga ik beginnen aan mijn afwas als pauze tussen het editen. Ze zijn aan het spelen en ondertussen kijk ik naar een behind the scenes van Moala. Daar straks heb ik Temptation Island Vips aflevering 3 gekeken. Hey, ik heb een grote spier. Alleen niet echt spierpijn, maar zo. Als ik die beweeg, het zit hier een beetje vast. En als ik die beweeg, heb ik het gevoel dat hij de hele tijd uit zijn spierding knakt ofzo. En dat is ook niet zo goed. Ja, ik zat nog altijd in mijn loopkledij, omdat ik geen zin had toen ik thuis was om mij om te kleden. Dus ja. Ik heb daar trouwens ook een redelijk eerlijke post over gedeeld, over lopen. Op Instagram, als jullie die nog niet hebt gezien, ga die even kijken. Mijn Instagram handles staan altijd hieronder in de beschrijving. Ik was weer heel laat met het briefje, gewoon omdat ik al hier al verschillende keren ben gepasseerd vandaag, maar niet mijn camera bij had. Ik wou het wel laten zien. Ik vind het een rare mix. Maar de tekening zelf vind ik wel leuk. Ik vergeet echt constant dat het licht in mijn hand terugwaait. Dat is echt stom. Ik vergeet het aan te steken zodat ik hier loop in het donker. Ik vergeet het uit te doen. Ugh. En mijn computer wil niet uit. Dus die gaat zichzelf moeten proberen uit te doen. Ik was vergeten dat ik hier mijn was had geboord. Help. Hallo, het is nu exact 10 uur en ik ben redelijk moe vandaag. Dus ik ga slapen. Ik heb net ook nog even in mijn boek gelezen. Iets te kort volgens mij. Maar dat maken we morgen wel weer goed. Nu ga ik slapen. Dus bedankt voor het kijken. Vergeet je niet te abonneren hieronder. En dan zie ik jullie morgen weer. Op maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag en zondag komt er een nieuwe vlog online. Op woensdag een speciale vlog. Meestal toch. Nu eventjes. Kort niet. En op zaterdag soms een extra lifestyle video. Dus abonneren is de boodschap. Doedels! Net had ik een inspiratie voor een stukje tekst, dus ik heb toch nog even mijn gsm genomen. En het getypt op Noteblocks, maar ik heb mijn vliegtuigstand niet afgelegd en mijn gsm ligt hier nu gewoon. Maar ik ga hem niet meer aanraken.
I promise. Doodles. Voor de tweede keer.